Normaal gesproken moet een afgesloten huishouden een kredietwaardigheidstoets laten zien... en een waarborgsom betalen voor er weer gas en licht wordt aangesloten. In het nieuwe plan verdwijnen deze eisen. Je nee, hoeft geen kredietwaardigheidstest meer uh, te worden afgenomen. Het was een gigantische drempel om weer uh, aan verlichting en warmte te komen. En hiermee uh, halen we ze vrij makkelijk uit die overlevingsstand... en kunnen ze echt gaan werken aan een schuldenvrije toekomst. In ruil om weer elektriciteit en gas te krijgen, moeten de wanbetalers zich aanmelden bij de gemeentelijke schuldhulpverlener. Per maand kloppen zo'n 5 à 10 personen met betalingsproblemen bij de gemeente op de deur. Wij staan helaas in de top 3 van schuldeisers, naast huur en zorg. En uh, nou, wij willen ook daar onze verantwoordelijkheid in nemen om daar uh, met oplossingen te komen. Dit plan uh, gaat ervoor uh, zorgen dat uh, niet alleen meer mensen bekendheid krijgen met uh, wat er gebeurt als je te lang je rekeningen niet betaalt. Het is nogal wat om uh, geen warmte en licht meer uh, te krijgen. Maar tegelijkertijd uh, zorgt dit plan ook uh, ervoor dat uh, mensen kunnen zien hoe effectief schuldhulpverlening kan werken. Door het budgetbeheer is de maandelijkse betalingstermijn gegarandeerd en er wordt gewerkt aan oplossing van de financiële problemen. Uh, ik heb natuurlijk hoog verwacht. Uh, en ik hoop uh, inderdaad dat we, uh, nou, door er meer rugbaarheid aan te geven, uh, dat klanten zich inderdaad gaan melden en dat we uh, nou ja, rondom kerst en misschien ook het nieuwe jaar weer veel meer klanten kunnen helpen. Die schulden, dat uh, is een verschrikking. En in deze feestelijke maand wens ik uh, iedereen een zorgvrije uh, uh, maand toe. De nieuwe afspraken gelden niet voor al dus die zijn afgesloten van de stadsverwarming. In 2019 wordt wel een pilot gestart om ook voor inwoners met stadsverwarming een oplossing te vinden.